Ter ere van de 30ste verjaardag van het animatiedecreet voor de Vlaamse woonzorgcentra lanceren VVSG, Zorgnet Icuro en VSPW een wedstrijd met als titel Animatie vooruit. Uit de 220 inzendingen zijn er 9 projecten gekozen in 3 categorieën. De persoonlijke, sociale en maatschappelijke context van de bewoner. Per categorie zal er 1 eindwinnaar worden gekozen. Woonzorgcentrum De Populier in Geraarsbergen denkt mee met hun jaarproject rond de eigen stad in de categorie Welzijn in de persoonlijke context van de bewoner. In Woonzorgcentrum De Populier in Geraarsbergen heeft het animatieteam een project ontwikkeld waar de bewoners hun geliefde Geraarsbergen opnieuw kunnen ontdekken. Hoofd van het animatieteam, Helena Bordelet, geeft ons een woordje uitleg. Ons project loopt rond de stad Geraarsbergen en haar deelgemeenten. We zijn dus letterlijk met de valies op stap gegaan, zowel te voet als met een autobus. En de bedoeling was om de bekende gebouwen een foto te trekken met de valies en ook de bewoners hun vroegere huis te laten te tonen. En de deelgemeenten hebben wij bezocht. We zijn als de stad moeten zien, nog een keer moeten zien hoe dat ze er nu uitzien. Ja. Wij hebben een verschil tegen vroeger. De gezelschap onderin vind ik wel goed. Dan we kunnen een beetje spreken met elkaar. En over het een en het ander, die met hen zien natuurlijk. Wij hebben dus ook bezoek van externen. Dus wij hebben een bakker op bezoek gehad die dus het verloop van het mattentaartenbakken volledig uitgelegd heeft. De Novo was hier. Ze hebben kunnen proeven van een mattentaart. En we hebben nog allerhande personen die komen uitleg geven over brouwerijen, over die sigaren van vroeger en zo. Het is ook de bedoeling dat wij met onze valies vol verhalen nog gaan verder werken na het jaar. Ons project loopt over een jaar en dat wij namiddagen gaan organiseren, praatnamiddagen, waarbij de zintuigen zoveel mogelijk geprikkeld worden. Dus ze kunnen proeven van een mattentaart, proeven van een biertje. En zo trekken de bewoners samen met de begeleiding er weer op uit om een mooi stukje van Geraarsbergen te herontdekken. De uiteindelijke 3 winnaars zullen op de grote feest- en studiedag in de Bijloke in Gent op 19 oktober bekendgemaakt worden.